zich zo. Aandacht! Aandacht! Beste mensen! Ziet het dat ik Belgisch kampioen ben, hè? Moet ik je hier vertellen over de titelfusie van Enne! Oda Boys en Lemmy's, Hall van de Joren, Duppe in de titel. En gelijk gewenste eerste, weer niks te maken met andere titel. Dat is juist, dat is enkel ik niet alleen. Maar ik ben Tatani, want ik heb het daar al mee. Beste mensen, toch al aan al die regels en coronawetten, ik gooi ze niet een keer de reglementen van ons vitalstuk het inzetten. Als je onder het stuk aangesproken wordt, dat is niet dat je iets meer door hebt en dat is nog niet bekoeld. Hij moet achteraf niet komen schreeuwen. Ten tweede, het is de strengste verboden onze dieren te voederen of enig oogcontact te maken. Anders zoek je wel een keer een norm of een bier kunnen kwijt. Beste mensen, je moet dus achteraf niet komen schreeuwen. En ten derde moest je die mensen bij zijn met valse tanden, liever ze nu onmiddellijk uit te klikken, zodat je ze tijdens ons stuk niet zo inslikken. Beste mensen, je moet achteraf niet komen schreeuwen. Beste mensen, nu dat we dat allemaal weten, kan er onder niets niet meer gebeuren. Ik kan u enkel nog veel kijk- en luisterplezier wensen met aan een mobilette hangen de uur hier klapduren. Met zeggen het volk! Hallo! 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 Hallo. Wij zijn Suske en Wiske. En wij gaan op avontuur. Ja, maar door al die coronaregels was niet veel te doen op de duur. En moet eigenlijk eerlijk zijn, zo'n hele tijd samen met zusje was misschien op de tand. Oeh, en ze samen op een dingetje voor die niet. Ik vond dat superzant. Maar nee, tijdens de lockdown heb ik meer gespeeld met zo'n nieuweke dan met een ruweke. Oeh, maar is er meer smee misschien? Ah wel, tegen dat zusje zegt zusje, stoot, in de zuste stand wordt mijn patatje zo lang aan tand branden. Maar ik las hier in een boekje een probleemje voor in een broekje. Bladzijde 13, kijk maar een keer. Kun een keer kruin uit de jungle, tot zijn de problemen opgelost met een sleugel. En waar ik zou nog geloven op de duur. Kom Wieske, we gaan op avontuur. En zo vertrokken Suske en Wieske op reis. Hoor. Dat kun je in België de zomer niet proberen. Daarmee, dat is al heel goed, moest er nooit gevaccineerd. Ja, het is een goede dag. Welkom in de kubus. Nou, dat het is waarschijnlijk Wieske en Suus. Ah, meneer, hij zei meneer Dossen. Ja. Wat hebben we meer nu gemist? We dachten dat we altijd wordt gemist. Maar nu komen wij alle twee om ons. Nu komen wij alle twee om een spuit. Ja, want er scheelt iets met zijn fluit. Ja, maar dat moet hier niet zijn. We willen ze binnen een keer proberen er volledig te vaccineren. Maar dat moet je nog niet te lang duren. We gaan mee met wiskunde verpleegsters achter onder.
Piku. Meneer Cartier, mag ik u wat vragen? Je weet, ik word als je neus vermogen, de laatste dag. Kijk ik zeker levensverschijnsels van die vaccin? Al doe ik niet al dat groen, copain. Maar, dat zijn maar tijdelijke symptomen. Heeft dat met zijn tijd en dan gewoon wel, hoe komt? Maar als ik zo blijf groeien, ga ik de voldoening kunnen winnen. En mijn vrouw is ook niet content. Wat voor ik er ook niet meer ben. Niemand heeft jou. Suske, hoe gebeurt het met het vaccinatiecentrum en wreven op de arm? Op de arm! Hela. Een man moet hunnen een kwartiertje op de stoel zitten. Wacht, wat feestcomité, als je wilt tijd niet voor een stukje in je gedachten. Maar goed, hunden zijn volledig beschermd tegen die griep. Mocht ons hier dan weer zijn, hier met onder een jeep. Ik moet dus zeggen. Ja, zijn we? Naar rechts. Pas op van de micro. Ja. Wunders in de golden oldies. Weet de hulde geen plekje voor ons, voor dat we er kunnen repeteren. Want ja, op onze leeftijd, ja. We beginnen wel er al met ze te dementeren. Ik denk dat het beter zou doorlopen naar de Spietelstraat en zo langs daar moeten repeteren lopen. Ik wijze dat het van beneden, met al zijn dansjes en zijn vies, ondertussen toe is in een villa kakuur. Ja. Golden oldies, marioretten, miniretten, uit een lang verleden. Maar nu is het enkel nog muziekje van Eddie van Beneden. Dat ik denk aan de zin. Beten te gelagen komen, ontmoeten Suus en Luis. De hits die hun er diep in het oerwoord zal vergezellen. Zij ziet dat met het centrum, zei ze. Ze moeten hier een keer komen mooi. Ja, en misschien hier in een strotte vergeet mij nietsjes zooien. Maar dat gaat. Dat is al deze. Wat daar is hier mijn best. We houden alweer nu ons bonen weten. Een zuur in de oerwoud moet nu overheen. Ja, ik vind dat eigenlijk ook geen pretje. Wanneke, ik zie er een leuk met een vangnet. Hallo! Ja, ik heb een nieuwe hobby, hè. Dag iedereen. Ja, ik heb nu een nieuwe hobby, hè. Ik heb box niet meer, hè. Ik ben nu een... Een helicoloog, ja, ik vang graag mus en ik kijk graag naar vogelen. En welkom bij een jungle. Bedankt, meneer de expeditionair. Wij zijn hier door een artikelje uit de Vlaar. Ah ja, zet. Dat schijnt zit er hier een shaman, ja. Die een drankje neemt voor zijn banaan. Ja, zit er wel. Ja, het zit in een rare beest soms, ja. En als het stil zit, hè, daar onder de beesten. Trek maar uw kousen op en knoop maar uw nestels, want dat zit hier vol
Mijn koppen en mijn... Dat is dus? Ja, dat ook, ja. Kijk, zij speelt je er boven. Als je goed kijkt uit dat ruitje, hè. Komt daar de De doe dan? Nee. De roemoe. Dat is een rechtstreekse afstammeling van Adam. Die gasten, die komen niet veel buiten, hè. Die komen alleen maar een keer over het water als de oppoppenbeologie is. Niet leuk. En je kunt ook zien dat broodstijd is. Je kunt hem goed herkennen als een rode vogel. Maar misschien is hij met zijn poep een beetje te dicht bij het stoefje gestaan. Dat zie je van hier. Of ze had al gekust. Mijn vliegrof is hier, papi. Ja, dat kan ook, ja. Zeg, je hebt geluk, hè. Ga die ervan. Je hebt weer geluk, hè. De ene zeldzame naam. Die de slingeraad niet te lang, hè. Dat is de Marnicus Livinicus. Dat is de naap en die doet geen club. Ja, dat is waar. En je ziet dat ook, die doet geen club. En die gaat dan ook maar één keer per week laten zaken. Dat is voor tien? Voor de kakken. Maar wat is dat voor naar een nap? Maar alleen, dat is geen nap. Die nap tegenwoordig meer in de bomen dan dat die achter zijn toon staat. Zie je dat niet? Dat is jouw griep. Hé, ja, ben ik Sangi en van die jaar ben ik een groene neger. En met die corona ben ik overschot, tot doel, verpleger. Mijn café moest toe en moet ik mij iets anders zien rond te komen. En zo ben ik behoefd met het knuffelen van bomen. Maar meneer de gynaecoloog, wat doet dat er zijn? Dat lijkt mij wel een heel ferm konijn. Maar hé, dat is geen konijn. Dat is een alpaca met gekrulde pluimen. En pas op, als ze dicht komen, want ze zouden durven niet dood te pluimen. Hè. Ik ben ik Siam Alpaca. En kijk ik een dokterspapiertje waarop dat er stoort. Voor te werken, ik passen. Maar start ondertussen wel mijn gigantisch lul in mijn privékassen. Kijk, ik kut nog met zijn hal over de witte stotskassen was gelekt. En daarmee ben ik hier op zoek naar een nieuwe locatie voor mijn nieuw dansproject. Hola, hola. Ik ben hier weer. Kom ik proberen nog die alpaca te grom. Zo kan ze misschien van mijn casino een danssolo maken. En ja, mijn casino, ja, stofvaren feit. We kunnen meer eens een wiet, laat storen al met z'n wiet. Oh, zeske dat wietje, kom ik er mee. Zit er nog een heel raar beest aan. Moet oppassen, dat is het Frankenkater. En als het hier in de buurt is, hè, dan wil dat zeggen dat je bijna zijn, dat je moet zijn. Ik zal het zo doen. Ja. Ja, dat is het. Frankenkater. Het is een potlus. Ja, we moeten wel oppassen. Hij is altijd vergezeld van een beest met een extreem speciaal wilken. Vroeger uit de snor, mijn uil hier nog een brilken. En je moet oppassen. Dat je van die katten blijft, want hij is van de ras dat langs de kat, dat hem opwielt, langs de kat schijft. Aanschouw de koning van de viersten. Altijd op tijd voor te zingen en te viersten. Ah, hé,
twee. De leeuw, koning van de jungle, dat kan taal. Ze ging zo realistisch met toetsen op circusaffiches staan. De leeuw, dat past beter bij mijn corpus. Erik, de leeuw, en politiekers, dat onze met zijn politiek circus. Oeh, koning der beesten, zouden wij alstublieft uw geheim willen vertalen? Hoe doet hij dat toch, al die jonge vrouwen gelukkig staan? Allee, omdat hij zit. Hoort die het ondergeen en hoort dat lange onthouden. Pas op, hoort successen bij alle vrouwen. Wat doet die het onder moeten pakken? Dus kom met een boom, trek maar even een veel te goede kop en laat de broekskimmer al naar beneden zaken. Die hulpboer was daarbij en die is opgekomen, hè? Dat lag niet. Die hulpboer. Ze gaan toch geen pijn doen, hè, meneer? Ik weet niet, dat is mijn meestje. Maar ik moet daar rondlopen voor de rest van zijn dagen neem me daar in zijn kont. Beste mensen, een zuur en Suske verlost van zijn slappe bedoelingen. En dit is het einde van ons vital verzoeningen. Maar er is dan niet te zingen met een micro. Alleen apart aan de wal te horen, met die toren was de jongen.